Hoi, leuk dat je kijkt. We gaan het vanavond hebben over nepnieuws in deze derde en laatste sessie van de maand over nepnieuws en de complotdenken. En we gaan het nu specifiek hebben over nepnieuws en de gevolgen daarvan voor de democratie in deze vragensessie van de Nationale Wetenschapsagenda. En dat doe ik gelukkig niet alleen. Ik ga in gesprek met Melanie Peters en zij is directrice van het Rathenau Instituut, waar ze allerlei onderzoeken doen naar technologie in relatie tot de maatschappij. Je kunt vragen stellen over de relatie tussen nepnieuws en de democratie. En dan ga ik ze stellen aan Melanie Peters. Er zijn ook al een heleboel vragen binnengekomen. En ik zou ook nog willen zeggen, wil je meer weten over nepnieuws en ook hoe je het kan herkennen, dan kan je de eerdere sessie terugkijken. En je kunt ook nog de Facebook Live sessie terugkijken. En die ging over complotdenkers. Dat was met Harmen Gijssen en Jeroen Rambam. En die sessie kan je ook nog terugkijken via Facebook. Dus we hebben de hele maand gesproken over nepnieuws en over complotdenkers. En nu ga ik in gesprek met Melanie Peters van het Rathenau Instituut. Ik ga haar er even bij vragen. En dan ga ik haar gesteld hebben. Maar ook de vragen die jullie nu live gaan stellen. Dus ik zie er al een beeld. Welkom Melanie Peters. Hey, hallo Evelien, hoi. Hoi, fijn dat we jouw vragen mogen voorleggen. Misschien een eerste vraag. Ik zei al, het Rathenau Instituut, jullie bestaan al iets langer dan 30 jaar. Kan jij een voorbeeld geven van onderzoek wat jullie doen, wat een beetje te maken heeft met nepnieuws en technologie en democratie? Ja, een heleboel, hè? Want we werken ook echt voor de Eerste en de Tweede Kamer en voor de samenleving. En we hebben gekeken naar de digitalisering van het nieuws. Wat is het gewone nieuws en op welke manier is er digitaal nieuws? Maar we hebben ook bijvoorbeeld gekeken naar echt de nieuwste technieken om nepnieuws te maken. Ja, mooie onderzoeken. Als je meekijkt en denkt, daar wil ik meer over weten, stel je vraag aan Melanie Peters. En ik begin even met de vraag die we al binnen hebben gekregen. Er zijn drie mensen die dezelfde vraag stelden. Jeroen, Angelo en Michael, die zeiden allemaal, wat is nepnieuws nou eigenlijk precies? En wat is het verschil tussen nepnieuws en desinformatie? Ja, nepnieuws is eigenlijk niet de officiële term. Het ministerie heeft officieel gezegd, er is desinformatie. En dan bedoelen ze echt ook met opzet inmengingen in de verkiezingen of echt met opzet inmengen in de rust in een land. En dan gaat het bijvoorbeeld over video's over vluchtelingen die dieren mishandelen en dan blijkt achteraf dat dat helemaal niet in Nederland is en dat dat ook geen vluchtelingen zijn. Dus dat is echt met kwade opzet nieuws verspreiden met de bedoeling om te ontregelen. Ja. Daar gaan we dus meer over te weten komen in deze vragensessie. Roy die wil weten wanneer desinformatie of nepnieuws gevaarlijk wordt. Ja, we weten er nu meer van. Hè. Een tijdje geleden was het nog, we schreven wij rapporten, toen dachten we nog van we zijn te veel aan het huilen met de wolven. Maar inmiddels weten we wel dat het kan, hè, in de Verenigde Staten, dat er echt inmenging was in de verkiezingen. En dan wordt het gevaarlijk. En er zijn een paar elementen die daarbij horen. Dat is dat sommige mensen het ene nieuws krijgen en anderen het andere. Dus dat mensen echt uit elkaar gespeeld worden. En dat kan weer door algoritme, doordat er heel veel informatie over jou bekend is. En bekend is waar jij misschien wel op aanslaat en waar een ander gevoeliger voor is. En het kan natuurlijk ook steeds gevaarlijker worden. Dat zien we de laatste 2 jaar ook wel, dat er de techniek echt steeds meer kan. Dus waar je voorheen nog heel veel moeite had om een beeld te manipuleren, kan je dat bijna real-time gaan doen. Dus als je 2 filmpjes hebt, dan kun je de ene persoon laten zeggen wat de andere zei. En dat valt al niet meer op. Zo goed kan dat. Ja, daar zijn ook vragen over. Jasmine wil weten, hoe kijk je aan tegen de opkomst van deepfakes? En welk gevaar zit daar aan? Ja, dat noem je al wel een klein beetje. Dat noem je dan deepfakes. Hè? En dan heb je eigenlijk maar met een heel klein beetje stem van iemand, kun je iemand al alles laten zeggen. En met een heel klein beetje beeld van iemand kun je ook al zo goed alle bewegingen van het gezicht, maar steeds beter ook van het hele lichaam nadoen. Dat je echt deepfake, ja, noem je het, omdat je het bijna niet kunt onderscheiden. Wij zijn niet gewend om daarop te letten, om dat te kunnen zien dat dat niet echt is. Ja, en voorzie je dan dat we allerlei technieken krijgen, misschien ook wel op onze smartphones, om dat te kunnen debunken? Dat je zegt, ja, maar dit is duidelijk een deepfake.
Ja, daar zijn we allerlei nieuwe ontwikkelingen. En bijvoorbeeld ook zo'n instituut als Beeld en Geluid, hè, die doen er onderzoek naar, want een camera heeft dus een handtekening en dan zijn er een paar pixels uitgevallen en dan kan je zien dat het beeld gemanipuleerd is. En dat worden wel weer appjes die je kan gebruiken. Maar aan de andere kant gaat het deepfaken ook zo snel weer door dat je daar weer niet genoeg aan hebt. Dus Ja. ja, de Het is een techniek. continue strijd met de Het is technologie. een lopen race op die manier. Ja. Ja. Als je kijkt, stel je vragen hier in de comments, dan stel ik ze aan Melanie Peters. Oefoek wil weten, welke technologische ontwikkelingen zijn het gevaarlijkst voor onze democratie, Nou volgens ja. jou? Ja, eigenlijk noemde het al wel, hè. Het feit dat je real-time, ook als je dadelijk 5G hebt, hè, dan heb je nog sterker internet. Dan kun je nog meer beelden verzamelen. Dan kan je eigenlijk tegelijkertijd met dat iets wordt uitgezonden of ja, geproduceerd, kun je het al manipuleren. Maar je zou ook kunnen denken aan historische beelden die je echt steeds mooier, ja, steeds beter kunt manipuleren. Ja. Dat is ook echt een gevaar. Ja, en aan de andere kant moeten we helemaal niet aan de technologie denken. De democratie gaat ook wel over van hoeveel bibliotheken hebben we, hoeveel universiteiten hebben we. Hebben we goed vastgelegd wat het parlement allemaal heeft besloten. Dus hebben we ook nog andere bronnen? Ja. Zijn we daar helemaal van afhankelijk? Of zijn er nog andere plekken waar je wel ja, de goede informatie nog kan vinden? Ja, dat was niet te veel alleen focussen op die technologieën en gevaarlijke technologieën, maar ook daar iets tegenover plaatsen, dat we dat niet verwaarlozen. Ja, precies. Ja. Marianne vraagt zich af of we wel grip kunnen krijgen op de ontwikkelingen in de technologie. Snappen wij als burgers wel hoeveel data er wordt verzameld? Nou, nauwelijks. Ik moet zeggen, wij doen het. We zijn met 60 mensen bij het Rathenau Instituut. We zijn dag en nacht, nou ja, voor ons werk dan mee bezig. En nog steeds komen we met dingen dat we denken van, ja, dat hadden we niet verwacht dat dat Kan zo. je daar een voorbeeld van geven? Dat je denkt, nou. Nou ja, dat stemklonen, dat echt met een heel klein stukje stem kan. Maar ook dat er in-game omgevingen, zeg maar, al zoveel data worden verzameld van jou. En dat allerlei intieme bewegingen die heel karakteristiek zijn voor jou eigenlijk al verzameld worden. Dat je hele gedrag, wat je maar zoekt en koopt en klikt, wordt nagegaan. Ik denk dat ze helemaal gelijk heeft. Dat we dat eigenlijk niet, ja. Ons voorstellingsvermogen te boven gaat wat daarmee gebeurt. Ja, helder, ja. Even kijken hoor. Selma is benieuwd of politici ook desinformatie gebruiken in hun campagnes. Nou ja, daar zouden ze hebben ze een gedragscode over afgesproken en weer niet alle partijen in Nederland. We weten het wel heel erg van. Ook weer vanuit buitenland. In Nederland hebben we daar minder bewijs voor gevonden. Maar ja, daar zit je ook wel op de grens, hè? Want mensen mogen ook een mening hebben. Dus we hebben ook nog wat we misinformatie noemen. En dat is heel vaak ja, reclame. Hè? En dat is net de werkelijkheid iets mooier voorstellen of een ander wat minder mooi voorstellen. En dat moeten we ook wel willen toestaan. Dus ik wil ook geen censuur. Dus het is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, dit hoor. Waar liggen de grenzen in? Hoe worden die opgereikt? Wat er wordt voorgeschoteld aan kiezers? En wat is ethisch en niet ethisch? En wat is eigenlijk een mening die je ook moet kunnen horen in de Ja. Ja, het klinkt misschien heel mooi om dat allemaal te gaan lopen controleren, maar ja, dan kom je uit op censuur en dat moet je misschien ook niet willen. Ja. Bram wil weten wat het verschil is tussen Amerika en Nederland wat betreft de gevaren van nepnieuws. Je noemde net zelf ook al even de VS. Ik weet niet of dat valt onder de taak van het Rathenau Instituut. Jullie focussen je vooral op Nederland misschien. Ja, we hebben daar wel goed naar gekeken, ook naar verschillende landen. En wat in de Verenigde Staten echt het grote verschil is, dat het normale, het zegt dan nu maar normale, het offline nieuws al zo gepolariseerd is. Dus Amerikanen zien al heel selectief het ene nieuws of het andere. En dat maakt het ook wel gevaarlijker. En hebben we gezien in Nederland, hebben mensen nog veel meer een gedeelde basis om toch te zoeken op nu.nl of toch naar de omroepen te gaan. En dan kun je in je eigen bubbel zitten, maar je kan ook nog daaruit. En dat is nog een groot verschil toch tussen de Verenigde Staten en Nederland. En dat is Ja. eigenlijk meer een pleidooi voor goede journalistiek,
zorg dat je je kunt informeren in allerlei kanalen, maar dat er ook echt goede journalistieke kanalen zijn. Ja, helder. Eline is benieuwd, ja, ik denk dat ik het een beetje gehoord al wel, of er een verband bestaat tussen de opkomst van nepnieuws en polarisatie. Je noemde net al wel dat ontzettend polariseert. Ja. Is dat dan toegenomen en hoe meet je zoiets als polarisatie bij een onderzoeksinstituut? Ja, dat is best wel lastig. Dus je kunt het met vragenlijsten doen en dan vraag je naar vertrouwen. En dan heb je vraag naar bijvoorbeeld vertrouwen in de wetenschap, vertrouwen in de politiek, vertrouwen in andere instituties, ook in de pers. We hebben dat recent weer herhaald en we hebben ook doorgepraat met mensen. En dan zie je dat het vertrouwen op zich niet minder is geworden, ook niet in de coronatijd. Dus Nederlanders hebben nog vrij veel vertrouwen. Maar de vraag was natuurlijk wel terecht dat we rondom Zwarte Piet en rondom Black Lives Matter wel merken dat er heftige reacties zijn. Op het internet, maar ook wel bij protesten. Het is alleen niet zo dat we als hele samenleving in Nederland op dit moment uit elkaar vallen en geen vertrouwen hebben. Maar wat klopt is dat je veel makkelijker bepaalde groepen elkaar bereiken. En dat is ook goed, want ik denk rondom corona hadden we in het begin dat iedereen heel erg het overheidsbeleid volgde. En daar kwamen toch wel geluiden bij van, nou ja, voor ouderen is het niet te doen. Of voor jongeren is het niet te doen. Dus we moeten ook waarderen dat we zo'n brede mogelijkheden hebben om met elkaar te communiceren. Maar haar vraag over polarisatie. Het is wel een risico dat als je alleen nog maar in die bubbel zit, dat je dan heel selectief berichten krijgt. Ja, helder, ja. Even kijken. Errol vertelt op Instagram dat hij het gevoel heeft dat polarisatie door sociale media flink wordt aangewakkerd. Dat hebben we net ook wel een beetje besproken. Is dat sterker door sociale media, omdat daar die bubbels groter zijn? Of nou ja, kleiner misschien? Errol zegt, is dat, het is een verdienmodel. En als we dat moeten we ons allemaal wel realiseren. Hè? Je krijgt gratis nieuws en gratis bericht en gratis contact met anderen. Maar gratis is niet gratis. Dat is toch ook wel zorgen dat jij lang blijft hangen en dat je daardoor veel reclame ziet. En dat je veel data afgeeft. Dus die sociale media die zijn gericht op het polariseren. Hè? Dat is handel in emoties. Dat klopt. Dat is gewoon. En als we dat, ik denk dat we daar allemaal veel wijzer mee om moeten gaan. Van jij bent het product als je erop zit. Dus hoe dan je voor. Ja, en polariseren is inderdaad een verdienmodel natuurlijk. Dat is. Ja. Mineral Wave Sieraden vraagt net. Hoe kun je onderscheiden wat echt of nepnieuws is? Daar hebben we ook eerder een Instagram-sessie over gedaan. Maar hoe zou jij dat zeggen dat je dat het beste kan onderscheiden? Nou ja, dat is dus echt wel heel lastig, want je weet vaak niet wie de afzender is. En moet je toch zelf heel kritisch op blijven. En je kan het haast niet zien, maar je kunt erachter proberen te komen waarom, wat is dit voor kanaal, wie betaalt dit, wie stuurt mij dit. Maar vooral echt zelf heel erg kritisch blijven. Waarom zou ik dit te zien krijgen en wie zou dit... Wie zou die mening hebben en wat vind ik daar dan van? Ja, en misschien extra opletten bij berichten die emoties oproepen, begreep ik van Peter Burger in de vorige sessie. Ja, daar wordt mee gespeeld. En dan misschien even slikken voordat je deelt. Ja, ja precies. Denk van, goh, dit kan bijna niet waar zijn. Ja. Nee. Er wordt nu ook een tip gedeeld net. Je kan op de website Is Dat Echt Zo ook meer lezen over hoe je nepnieuws kunt herkennen. Als je vragen hebt, stel ze in de comments, dan leg ik ze voor aan Melanie Peters. Even kijken hoor. Er gaan heel veel reacties op onze Instagram en Facebook rond over het gebrek aan vertrouwen in de staatsmedia als de NOS, maar ook nu.nl en gerenommeerde kranten hebben hier ook mee te maken. Hoe kijk jij naar dat soort beschuldigingen? Nou, het was natuurlijk sowieso een hele, hele rare situatie met corona. Dus dan krijg je dat er helder gecommuniceerd moet worden vanuit de overheid. En dat is ook goed, want mensen willen weten wat moet ik doen en wat moet ik niet doen. Moet ik handen wassen of niet?
Maar op een gegeven moment was het goed dat er bredere berichten kwamen. En ja, daar zitten ook, ook berichten bij die niet te goed of trouw zijn. Maar er zitten ook juist de filosoof des vaderlands, allerlei mensen die vragen stellen. En die aandacht vragen voor iets breders dan alleen maar handen wassen of de maatregelen die er al waren. Ja. Dus ja, je moet daar, ja, daar moeten we echt mee omgaan. Ik denk dat daar veel meer verantwoordelijkheid bij platformen moet gaan liggen. En helpt het dan als zij zeggen van wij laten verschillende stemmen aan het woord om die beschuldigingen van eenzijdige berichtgeving misschien tegen te gaan? Dat helpt. Het lastige van televisie is wel dat je vaak een soort Jan Klaas en Katrijn krijgt. Hè? Dus dan krijg je evenveel stemmen voor als tegen. Dus elk medium heeft zijn eigen manier om, ja, het, eigen mogelijkheden zou ik zeggen. Dus ik ben heel erg voor ja, veel verschillende media. Op het ene kun je veel meer de diepte in. Op het andere kan je je snel even oriënteren. Maar ik denk dat ja, die beschuldigingen die zijn... ik denk dat het heel belangrijk is om ook echt met z'n allen media te financieren. En of dat dan, hè, dan krijg je een beschuldiging van staatsmedia. Maar ik denk dat het belangrijk is om te zorgen voor goede journalistiek. Maar wel divers en heel verschillend. Zorgen dat dat en niet alleen maar is wat je aanklikt. Maar dat je ook nog per ongeluk dingen krijgt te zien die je niet zou willen zien. Ja, breed geïnformeerd worden. Ja. Gerbrand vraagt net, hoe ziet u de rol van het onderwijs in het tegengaan van nepnieuws? Zou niet op ieder niveau wetenschappelijke leesvaardigheden moeten worden gedoseerd? Ja, wij noemen dat technologisch burgerschap of mediawijsheid. Maar het is wel meer dan een kleine cursus doen. Hè? Het is niet zo van je hebt één keer een cursus gedaan en dan weet jij wel hoe het zit. Het gaat echt om kritisch vermogen en ook ja, kritisch vermogen ten opzichte van heel veel dingen. Dus het is niet leren dit is waar, dit is onwaar. Maar echt leren doordenken en bedenken waarom schotelt iemand mij dit voor? Waarom ben ik het hiermee eens? Waarom ben ik het hiermee niet eens? En dan klopt het helemaal dat we ja, daar niet over uitgeleerd raken. Ja, dus een leven lang daarover leren inderdaad. Nou, ja. En die techniek wel snel. Dus wat dat betreft is het ook helemaal niet makkelijk. We zagen bij Lubach een beetje de politici die belachelijk gemaakt werden. Maar ik heb ook met ze te doen. Want je moet als volksvertegenwoordiger vragen stellen. Maar je kan echt niet alles weten. Ja, ja. Nee. Arno had daar een vraag over. Over Lubach gesproken trouwens. Over het gebrek aan digitale kennis bij Kamerleden. Ja, hij maakt zich zorgen. Hij zegt, is dat gebrek aan kennis over technologie niet ook echt een groot gevaar voor de democratie? Ja, en we hebben een tijdje toch ook, denk ik, veel te naïef gedacht in de Californische dromen. Van dat al die middelen, dat die maar gratis kwamen. En we hebben ook gedacht dat Nederland daar heel veel geld aan zou kunnen verdienen. Maar nu zien we eigenlijk dat die concurrerende businessmodellen, dat is ofwel Chinees of dat is Amerikaans. Dat is geen Amerikaanse, geen Europese technologie. En ja, we moeten daar veel, veel meer grip op gaan krijgen. Om te begrijpen hoe dat werkt, wie eraan verdient, waar die data naartoe gaan. En politici zijn ja, wel wakker geworden, zeker na die hoorzittingen met Zuckerberg ook. Maar ja, echt durven, vragen durven te stellen. Dat, en denken, niet denken van nou, ik weet het niet helemaal precies, dat ik stel de verkeerde vraag. Dat is nog wel een punt. Ja, en de vraag is ook natuurlijk van wie gaat die platforms dan controleren? Sophie en Dick die willen dat eigenlijk allebei weten. Van ja, hoe ga je dat controleren? En moet er dan wetgeving of regulering vanuit de overheid komen? En ja, hoe voorkom je dan dat het op censuur uitdraait? Ja, ik denk dat we... we staan echt op het punt dat we moeten reguleren. Dat we die online wereld net zo moeten reguleren als de offline wereld. Allerlei afspraken die we hebben over hoe we fatsoenlijk met elkaar omgaan in de journalistiek. Maar ook in het verkeer, of Airbnb, op allerlei fronten. Moeten we gaan zeggen, we moeten echt afspraken gaan maken. En het gaat niet makkelijk worden, want het ontglipt ons heel snel. En wat jij zegt is wel heel belangrijk. Het gaat niet om verbieden of gebieden. We moeten echt op veel subtielere manieren grip op gaan krijgen. Ja, dus aanpakken, reguleren, ook al is het een halve job eigenlijk. Ja, ja. Maar
noemen we dan, ja, weet je, dat hebben we in de middeleeuwen misschien ook gedaan. Hè, toen we naar een ander systeem gingen, dat hebben we in de industriële revolutie gedaan. Op die manier zien we het eigenlijk als een heel grote nieuwe fase in onze economische ontwikkeling. En dat, ja, dat heb je eerst een cowboyfase, waarin alles maar kan. En op een gegeven moment zoveel schade opleveren, dat je echt de noodzaak om afspraken te maken, dat die, ja, die staat in ieder geval in alle parlementen in de wereld wel voorop. Maar ook bijvoorbeeld China wil echt afspraken gaan maken over dat soort dingen. Maar ja, wie gaat eerst? Hè, dan krijg je... ja. Je moet het voortouw nemen, ja. We gaan langzaam richting een afronding. Ik zag dat net Slobhan Genevieve een vraag stelde. Goedenavond, ik heb nog wel een vraag. Hoe denkt u dat desinformatie ten tijde van verkiezingen mensenrechten zou kunnen raken? Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting of het kiesrecht? Dank u wel. Ja, nee, dat klopt. Dus dat, de vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed. Dus mensen moeten zich kunnen uiten, maar mensen moeten zich ook kunnen oriënteren. Dus het is ook goed dat er een halt toegeroepen wordt als er echt inmenging is. Hè? Als er echt verkeerde informatie wordt verspreid. Hoe precies, waar ingegrepen wordt, zijn natuurlijk ook geheime diensten in Nederland wel mee bezig. Maar die moeten ook wel het mandaat hebben om dan te zeggen, dit is echt een risico voor de verkiezingen en voor de vrije meningsvorming. En aan de andere kant moeten we echt oppassen voor censuur. Want ook dat is, dat is ook niet wat we willen. Ja. Jullie gaan als Rathenau Instituut het parlement blijven informeren natuurlijk. En rapporten sturen van let eens goed op. Kan je nog aangeven, wat zit er aan te komen? Wat gaan jullie de komende tijd aan het nieuwe parlement, als de verkiezingen geweest zijn, nog adviseren over wat voor onderwerpen? Nou ja, er komt een commissie die echt over digitale zaken gaat. En we hopen dat die mensen echt ook de tijd hebben om vragen te stellen die overstijgend zijn. Die precies over dit soort dingen gaan. Die gaan over data en over grip op die buitenlandse platformen. Dus we hopen echt op een nieuwe kamer die dan daar extra tijd voor kan maken. En... ja, die commissie gaan we in ieder geval heel goed ondersteunen. Maar net zo goed als wat uitkwam, waar we het net over hadden, over onderwijs en wetenschap en kennis. En zorgen dat de overheid ook echt verantwoording aflegt over processen. Dat je daar ook informatie over kan vinden. Daar, ja, dat is ook allemaal digitaal. Ja. Daar werken we ook aan. Ja. Nou, een hoop werk in de winkel. En dit laatste was ook nog de antwoord op de vraag van Gerbrand, zie ik in de comments staan. Dus bij deze, Gerbrand, is jouw vraag ook beantwoord. Melanie Peters, dank je wel voor deze vragensessie. Blijf nog heel even hangen. Alle kijkers, bedankt voor alle vragen die binnengekomen zijn. Er was denk ik een mooie sessie over de relatie tussen nepnieuws en democratie. En wat de gevolgen eigenlijk daar ook voor zijn voor onze democratie. Het was dus de laatste vragensessie van deze maand over dit thema. Volgende maand zijn er dus verkiezingen. Dat hebben jullie natuurlijk ook allemaal meegekregen. En dan gaan we het de hele maand hebben over democratie en politiek. Dus het is eigenlijk al een beetje een bruggetje van het ene onderwerp naar het onderwerp van volgende maand. Wil je dus meer weten over dit onderwerp, dan kan je ook naar www.isdatechtzo.nl. Werd net ook al getipt. Dinsdag 9 maart praat ik voor de volgende maand, voor het thema van volgende maand, met Sanne Kruikenmeijer. En dan hebben we het over campagnetaal, over online strategieën van politici. Dus ik zal ze ook even vragen of ze zich netjes aan de regels houden, Melanie. Dank je wel nogmaals voor al jouw antwoorden. En hopelijk kijken jullie allemaal volgende week weer. Dag. Joep. Hoi. Hoi.